Oh, nee. Kom hier, kom hier. Nee, wat hebben ze... Jolie mensen van Twitch Gaming en leuk dat je weer kijkt naar Satisfactory. We gaan doen met waar we gebleven zijn. En dat is bij de staalfabriek. Het is me tot mijn ogen gekomen dat de ijzermijnen eigenlijk een beetje te veel achterloopt op dit moment. Want de staal en de iron ores gaan er erg sneller doorheen dan gepland. Of, nou, laat ik het zo zeggen, hij mijnt te langzaam. Hij mijnt gewoon te langzaam. That's it. Dus dan moeten we even achterna gaan. Dus ik heb een paar kleine onderdeeltjes alvast bij elkaar gemaakt om dat te gaan fixen. Dat die topproductie gaat leveren, want als het een impure was... Voor mij was het niet een impure, of het was een normale of een pure. Kijken. Puur, ja. Dat is 3 per minuut. En laten we er een Mark 2 op knallen. Oké. Want deze gaat nu 240 per minuut uitmijnen. Dat zal hoogwaarschijnlijk meer dan genoeg zijn voor onze lopende band. Want die vervoert... Hoeveel vervoert deze Mark 3? 270. Dat is bijna net zoveel dat dat ding uit kan spuiten. Uitspugen bedoel ik. Oké. Ja, die laten we verlopen en ik ben eigenlijk ook altijd wel eens benieuwd wat er achter zo'n waterval zit. Wat zit hier überhaupt iets achter deze waterval? Ja, hoe? Cave. Ik heb een cave gevonden, John. Mijn cave. Jouw cave? Mijn cave. Man cave. Batman. En ik zie een slak. Toppie. Geen enge beestjes die dat ding bewaken. Dat valt nog wel weer tegen. Hallo meneer de slak. Zo, die hebben we ook verzameld. Dat is heel belangrijk. Even kijken, waar staat mijn uitgang ook weer? Daar is mijn uitgang. Dan moeten ze eigenlijk ook nog wel een beetje fixen. Sommige van die... Ja, kalkstenen die zweven nog wel eens. Dat moeten ze eigenlijk even fixen. En ik had er eigenlijk ook gewoon dwars doorheen lopen. Oké. Okay. Physics. Hey John, zullen we de bank gaan beroven? We kunnen door de muur heen lopen. Ja, zo voelt het nu. Van oké. Yo. Als je door kalkstenen heen kan lopen of wat voor stenen, dat soort dingen. Dan kan je ook gewoon door gewoon de bank overvallen door de muur heen lopen. Waarom niet? Kijk, hij mijnt gewoon, ja. Oké. Het punt wat ik al maak, ik ga niet eens. En we nemen de snelband naar huis toe. Want als ik het goed heb, lieve mensen, zouden... Ja, dit is het proces wat ik eigenlijk wil zien. Gevulde banden. Anders dat het hier nog niet helemaal 100% gevuld is, maar... Ik denk als we na een paar afleveringen terugkomen dat dat wel zo is, want hier. 3. Dus in principe hebben we denk ik bijna een goede, ja, bijna een goede ratio voor de productielijn die we hebben. Want voordat die leeg is, dan vult hij zich eigenlijk al aan. Kijk, deze zit zo sneller vol gaan, denk ik. Nou, ze blijven eigenlijk gewoon hetzelfde. Dat is een voordeel, want dan vermijden we genoeg op om te zorgen dat het niet leeg raakt. Eigenlijk zou ik het liever wel hebben dat het aangevuld zit, dus dat er meer in zit dan dat er
verbruikt, dus dat die kist eigenlijk ook opvult. Maar ja, je hebt niet alles voor het kiezen. En deze truckstop zit best wel aardig vol. Hoe zit het volgens deze truck? Niet helemaal 100% vol. Even een stukje achteruit. Zetten we jou weer op de autopilot. Oké, okay, de truck werkt nu weer goed, lieve mensen. Nou, zoals jullie zien, de staalproductie zit al wat voller. Dus dat betekent ook dat de truck zit nu helemaal tot zijn nok toegevuld met ores. Dus die gaat weg. Hoppakee. Dat houdt in, wij kunnen ook terug naar onze huidige basis weer. Dus dat is even terugrijden. Ik hoop dat John zo meteen kan zeggen of hij al dat ene ding heeft geactiveerd. Onze lopende band voor reinforced plates en module frames. En ik ga niet de tractor volgen, want ik heb wou nog even iets anders gaan doen. En ik heb nog iets wat ik wil gaan ophalen. Oké, ja, we hebben echt ook twee. Dat is nou. John, zijn dat voor het harde? Dat we echt die MK2 belts nodig hebben om al die spullen aan de machines te laden. Ja. En in het eerste geval een Mark 3. Oeh, ik zie beestjes op een weg. Flap. Hij is flap. Ja, dat heb ik al gedaan. Nou, dat mag geen beesten moeten worden. Even de spullen handmatig misschien. Ja, goed. Zodat ze dadelijk eventjes gewoon lekker volgen als kunnen. Dat kan je doen, ja. Oh, en ik ben al even vergeten wat kool mee te nemen voor, voor als de truck zonder zit. Maar oké. Nou, wat een mooi open vlakte hier. Perfect voor machines. Oké, die moet ik op. Jee, het stroom kan het niet hebben. Het stroom pleurt eruit. Nee. Ja, het is te veel. Sfeer. Het is echt zo. Oh, bananenballen. Dus je kan weer terug. Oh, lordy. Nou weet ik alleen niet of ik het materiaal ervoor heb om er meer neer te zetten. Maar dat moet ik zo even kijken als ik zo mijn ding heb gedaan. Hoeveel zitten we ernaast? Laten we even daarmee beginnen. Dat zou ik wel even graag willen weten. Als ik de spullen heb, dan weet ik tenminste hoeveel ik nodig heb. We kunnen 300 maximaal hebben. Hoe kan je dat nou echt perfect zien? Je ziet het aan het schijfje, toch? Ja, dat hij met een puntje erbovenuit steekt. Ik denk 400 of zo. Auw. 400-500 of zo. Oké. Okay. Nou, dan moet ik zo over die kant op, hè? Maar niet voordat ik even mijn ding heb gedaan. Ik zal eens even kijken of ik er een extra dingetje bij kan maken. Oh ja, ik kan er minimaal 1 bij maken. En dat levert 50 dus.
Die is ook stuk. Want ik heb even wat cutrum ore nodig. Maar kan je niet anders te... Het gaat natuurlijk weer niet. Wat ik wil doen. Anders zou ik zeggen, haal de staal er even vanaf, maar... Dan kan je niet de staalproductie even eraf halen. Want ik weet niet hoe lang mijn... Ja, plates en alles. Ja, nee, de steel. Ja, dat is letterlijk één lijn die hoeft door te knippen. Gewoon heel die... Nee, ik hoop... Ja, wat... Vast niet, hè? Nope. Nou, hij start nu weer op. Hij start erop en ik krijg geen gaatje dat hij weer uitpleurt. Oké, okay, hij is wel uitgepleurd. Oké, okay. Ik heb mijn bug hier. Dus het houdt in dat ik hem zelf niet meer kan aanzetten. John, wat je ook nog even snel kan doen. Voordat hij wel uitvalt. We hebben nog die biomass burners, weet je nog? Hij is uitgevallen, maar ik kan hem zelf niet meer aanzetten omdat hij gebukt is. Kan je niet een andere stroompaal pakken? Nope. Allemaal hetzelfde. Ze zijn allemaal gebukt door mij. Scheiße. Kom eraan. Nou, even klapte er weer uit, dus. Nee. Maar nu kan ik hem wel weer aan en uit zetten. Oké. Okay. Ik heb gewoon andere kabel doorgeknipt van de plates en alles. Oké. Okay. Als die uitgaat, dan kan het weer wel. Dus we zitten echt op 400-500 of zo. 400-500, dat kan niet. Nou, ik kom wel even kijken wat er aan de hand is. Ik kan wel even via de... Via de stroompaal even checken wat het probleem is. En de steel is al doorgeknipt, dus ja. En nou werken de koplampen wel van de tractor. Wat ik al zei, dat is echt een probleem wat nog een kleine bug is. En er zit letterlijk een gele slak boven onze basis. Oké. Okay. Even kijken, ik wil checken waar stroompaaltje. Ja, we zitten letterlijk boven onze wattage. Ik wil eerst even de hub in. Of de. Dankje. Paleodictiopra berries or paleberries can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in hub tier 1. Okay, thanks. Goed te weten. Ik maak er wel even 12 bij. Van die koolcentrales kan ik er daarbij maken. Ik maak er wel 3 extra. Nog voor splijt, stop. Heb ik nog genoeg concrete? Soort van. Ik heb alleen niet genoeg biomass. Fuel. Dat is ook nog altijd het ding wat we nodig hebben. Een klein beetje brandstof voor mijn tractor. Maar de truckstop werkt nu wel nog, of dat ook niet? Nee, want die heeft dan natuurlijk ook geen stroom. Ja, maar werkt... Oké. Okay.
Nee, niet dat ik zo meteen weer een verloren tractor tegenkom. Dat is meer mijn punt nu. Ik heb wel eens bij de vorige aflevering dan kwam ik al wat tegen, dus... Oh, ik zie nog een slak. Nice. Want volgens mij moet hij het gewoon netjes redden elke keer, gewoon zonder problemen. Hij heeft totaal geen fuel, joh. Nee, dat klopt. Die van, hij wordt bijgevuld bij de koolcentrale. Standaard. Want ik heb het ook heen en terug gereden zonder dat ik problemen had. Maar die truckstation heeft toch ook fuel nodig? Nee. Wat is dit? Kerel, waarom zijn jij weer stil? Hij zat weer stil. Ah, dat klopt niet. Het klopt niet wat hij doet. Want hij mag niet stil komen te staan. Want ik heb het zo gereden dat hij niet zonder komt te staan. Dus ik denk dat hij een extra ronde heeft gereden zonder bijgevuld te zijn. Want hij kan het hoogstwaarschijnlijk één volledige ronde doen. Van begin tot eind. Dat hij bij de tweede ronde dat niet herhaalt. Dus hij zou hoogstwaarschijnlijk twee keer langs gereden zijn. Ja, zelfs hier heb ik ook geen stroom meer dus. Oh. Nou, Sugar Cube is van de baan. Maakt niet uit. Ik zal hem wel even bijvullen. Zometeen bijvullen. Maar ja, hier hebben we op getraind. Toch, John, hier hebben we voor getraind om dit soort problemen te kunnen fixen. Mm-hmm. Alleen het enige jammer is dat ik niet genoeg brandstof bij me heb om alles weg te zagen. Natuurlijk, halverwege de zaag. Waarom heb ik die dingen ooit op half slips gezet? Ik kan er niet eens heel veel bij zetten, oké. Okay. Ja, achter de restroom neerzetten. Van die kerk zou ik ook al helemaal me shocken van elke keer te pakken. Zo. Dan staan ze ongeveer gelijk. Op hoog geslaagd van die ogen, maar iets makkelijker. Want ze pikken ongeveer 1 per keer 2. Dus ongeveer 3 lang. Ja, spring er nou op. Tegen precies de andersom neerzet zoals de rest staat. Top. Nee, dat wil ik jou niet. En toen had ik niet genoeg concrete, fijn.
Maar ik kan ook wat concrete weghalen nog, want hier heb ik nog over. Als ik het nu goed heb, zou ik die laatste twee erbij kunnen zetten. Perfect. Helemaal perfect. En dan heb ik niet genoeg steelkabels. Zucht. Waarom is het elke keer als ik iets neerzet dat ik net niet genoeg heb? Geen idee. Nou heb ik hoofdzakelijk ook niet genoeg koper. Voor de rest. Want de koperproductie moeten we ook nog steeds gaan verplaatsen. Ik kan moeilijk even een John vragen, stuur even een autootje van mijn kant op dit moment. Moet er zijn helemaal geen auto's. Nee, maar de auto die we hadden, die staat momenteel in gebruik. Upgooien. Ik ben wel goed voor een conveyor, ja. En we hebben weer stroom. Voor nu. Voor nu, ja. Ja, we moeten niet te veel meer aansluiten, want we kunnen maximaal 450 hebben en we zitten al op 365. Laten we het afronden aan de 370, als niet alle machines werken. Alle machines werken niet. Er staat echt alles aan, ook de staal is een steel. Ja, staal en steel vind ik nog steeds hetzelfde klinken, want staal en steel zijn eigenlijk gewoon bij mij in het mijn woordenboek hetzelfde. Ja, de helft van de machines werken meestal van de 10 keer toch niet, omdat we sommige van de machines stilstaan. Nou, dan zal ik mijn tractor wel weer opnieuw aanzetten. Kijken wat zijn probleem is, want ik weet echt niet wat zijn probleem is op dit moment. Of hij zegt de hele tijd aan het herberekenen op een of andere manier. Dat hij ergens te snel de bocht neemt, dat dat iets nieuws is. Dat hij ergens een bocht verkeerd neemt en dat het uit moet zoeken waar hij heen moet rijden. Dat heb ik het idee. Maar lijkt me sterk, want ik heb de route perfect gereden. Ik denk dat ik jou zo meteen jou even moet checken, kerel. Dat ik even een paar rondjes met je mee rijd.
dat hij hier stopt, dat begrijp ik nog wel. Dan ga ik wel binnenkort even goed in de gaten houden. Oké, okay, plan van aanpak is nu. We hebben de staalproductie geüpgraded. Extra koolcentrale neergezet. Ja, eigenlijk wou ik ook wel andere dingen gaan doen. Maar oké, okay, maakt niet uit. It happened. Dus de tractor moeten we gewoon even in de gaten gaan houden, want als dit vaker gaat gebeuren, dan moeten we hoogstwaarschijnlijk ook iets doen aan ons end van de basis. Ik weet alleen niet wat we dan moeten doen, want dan zouden we de coal truck ook onze kant op moeten sturen, John. Ja. En dat is, nou ja, denk ik best wel van, dat is, vind ik dan niet echt iets wat echt een ding is. Maar ik vind dat niet echt iets handigs, want dan kunnen we net zo goed ook de staalproductie bij onze basis gaan laten maken. Ja, precies. Want we hebben het alleen maar gedaan zodat we de staal niet in onze eigen base hoeven te doen. Nou ja, dat is iets wat we even moeten gaan uitzoeken. Ik rij naar de fabriek toe, terwijl dat eigenlijk niet echt nodig is, want ik wou naar de hub toe. Wat heb ik wel? Eigenlijk wel even. Nee, ik wil even wel naar de baas en naar de fabriek toe. Dus die tractor zo op de stad wil ik even checken hoeveel kool erin zit. En dan kan ik dat ook even uitsluiten van of dat een proces is wat aan onze kant zit of niet. Oh fuck. Oh, tietjes. Ziel, oké. Oh, nee. Kom hier. Nee, wat hebben ze... Oh, fuck. Oké, okay, mijn lieve mensen, dus voordat we door de grond heen glitsen en een klein stukje terug moesten doen. Wat ik dus zei van, de tractor heeft dus 79 nog over aan kool, dus het is niet... De fout ligt niet bij ons, het is de truck zelf. Want 79 kool overhouden, dat is gewoon letterlijk van de 100 die hij gebruikt... 21 kool wat hij dus voorheen heb gebruikt, dus dat zou ook 21 kool terug zijn wat hij gebruikt. Natuurlijk, oké, okay, ik snap het, dat hij berg opwaarts moet rijden, dat is een ding, maar we moeten het even in de gaten houden, anders moet ik de route opnieuw gaan doen. Oké, okay, dat is het probleem dus uitgesloten. John, hoeveel ben jij eigenlijk? Alles is wel. Top. Alleen de belts moeten allemaal geüpgraded worden, om het sneller te maken. Wat heb je nodig daarvoor? Welke belt wil je daar gebruiken? Mark 3, Mark 2? Ik denk 2. Even kijken hoe dat werkt. Maar als het goed is, hebben we nu ook reinforced iron plates in de... Ja, 16 maar goed. Want ik denk dat we de belt van de schroeven wel naar Mark 3 kunnen doen. Ja, maar ik heb nu even over de belts waar de iron plates en alles overheen gaan. Richting de routines gaan. Nou, ik heb het er meer over de belt die vanuit de machine komt. Ja, dan moet ik wel genoeg ruimte in mijn inventory houden. Fok jouw kool. Of hoe heet het? Even reinforce iron plates handmatig dan maar maken. Zo, ik weet
is de buitenste. Het blijft zo leuk te zien die rode gloed die er overheen komt. Oké, de schroeven gaan nu beter, als ik het goed heb. Ja, officieel zat hij al aan. Oké, hij blijft zich aanvullen nu. Ja, en de zand dan wordt de output van die opslag ook weer versneld. Ja, maar de band heb ik al versneld dus. Ja. Maar ik denk dat het sowieso naar Mark 2 banden moet gaan, dat. Die banden moeten sneller, veel sneller. Want als ik dit zie, de staal staat eerder stil, want deze banden moeten sneller. Ja, 2 toch? Dus verdomme, ik denk. We hebben het 24 nodig per keer. Alleen de schroeven, die moeten wel sneller, die schroeven moeten 3. Ja, dat wou ik net zeggen, die schroeven moeten minimaal 3. Even kijken, ik doe wel die iron rods, maar die iron rods die zijn goed. Want die staan zelfs stil op de lopende band, dus... Ja, maar die gebruiken we nog niet. Ja, wel voor die frames, maar die frames die lopen al goed. Jij bent 3 aan het doen, hè? Ja, ik bedoel de schroef even snel. Cool. Ik doe even dus die iron plates. Nee, die iron plates hoeven niet, want die... Daar gebruiken we niet verder. Daar gebruiken we maar 4 per keer van. Denk je? Ja. Ja, alles staat stil. Ik heb zelfs het idee dat de schroeven of sneller moeten gaan of iets anders. Want ik heb het idee dat ze nog best wel langzaam gaan, maar... Maar wat ik al eerder zeg, van sommige machines moeten eerst goed gevuld worden voordat de rest door kan. En anders hebben we gewoon... Anders moeten we de kist gaan vergeten. Tot het iets anders moet gaan. Nee, de machines die blijven nu wel doorgaan. Ja, maar niet op de productiesnelheid die het moet worden. Nee, maar dan moet je het upgraden, de locking gebeuren in die machines. Nee, de belt. Nee. Het is de belt. De belts gaan nog niet snel genoeg. Zelf, die gaan ook niet zo. Nee, omdat... En alleen de eerste machine, daar loopt alles goed. Ja, dat is het dat is dus het ding wat ik duidelijk wil maken van... De eerste machine gaat het best. Dus ik denk dat daar gewoon een... De achterste krijgt zelfs bijna niks. Dat is het hem dus. Daarom zit ik ook even te denken van wat er... Het is schroeven maak je snel, maar... Je maakt ze heel snel. Maar er wordt ook heel veel van gebruikt. En dat is het, eigenlijk nu het punt van waar ik denk van dat gaat niet goed. Want daar zou je eigenlijk een Mark 4 band gewoon echt nodig voor moeten hebben. Mm-hmm. Nou, ik heb er eentje even handmatig gevuld, dus... Ik hoop dat het gaat houden. Ja, het gaat zo langzaam dat ze wel aantikken. Maar omdat het bij alle banden... Ik weet niet of dat bij alle machines gaat werken. Ja, maar ik had hem ook helemaal gevuld en dan maken ze de 4 of 5 en dan is ze wel... Ja, maar je moet de eerste eerst vullen. Want als je de eerste eerst vult, dan blijft het vol. Dan loopt zijn band vol en dan kan je doorgaan naar de tweede. Maar dat zoals ik al zeg, dat gaat niet eeuwig volhouden. En bij de plates gebeuren hier. Ja. Hier op ruimte. Komen hier nog machines te staan? Hoofdzakelijk wel. Nee, onze band is te langzaam. Weet je wat we nodig hebben? Wat ervan? We moeten dat ene unlocken dat je helemaal geen iron rods meer nodig hebt. Dat zou ook een verschil kunnen maken. Maar dan zouden we zelfs die schroeven gewoon hier binnen kunnen neerzetten. Veel meer van. Ja. Maar dat is denk ik iets voor een andere keer.
Ik ga nog even snel kijken bij de hub of daar iets klaar is, want ik hoop eigenlijk van wel. Dan hebben we tenminste een leuk dingetje voor de volgende aflevering. Maar ja, wat jij zegt, dat alternatief voor de schroeven, dat is wel een ding, ja, dat we nodig gaan hebben. Want dat had ik voorheen, ja, dat hadden we op die andere wereld ook. Dan hadden we de machines letterlijk achter staan. Dan gaat het echt perfect. Ja. Maar dat houdt wel weer in dat je de staal ingots af moet takken. Yep, die is klaar. Top. New technologies have been developed based on this new element, primarily in power and electronics, and can now be accessed in Hub Tier 3. Dank je, Gladys. Want nu kunnen we dus ook onderzoek gaan doen naar Cavern Technology. Dan hebben we weer 5 inventory space meer. Gatherum Ingots, Quickwire, Conveyor Pole Mark 2. Dus kunnen we 6 erop aansluiten. En Blade Runners en scanners. En die Blade Runners, dat zijn nog best wel een cool dingetje dat we moeten hebben. Maar mensen, ik ga bij hier het video bij beëindigen. Hopelijk vond ik het wel leuk. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren, blauw duimpje omhoog te doen. En druk de belnotificatie aan om up-to-date te blijven van de laatste en de beste video's op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Laters.